We zijn hier vandaag in Sunparks de Kempense Meren te Mol, waar gisteren de kersverse finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Naast mij zit één van hen, Aaron. Dag Aaron. Dag Matthias. Hoe gaat het? Goed, zeer goed. Top. Wie ben je en waarom doe je mee aan een verkiezing zoals Mr. Gay Belgium? Dus ik ben Aaron, nog steeds. Ik doe mee met Mr. Gay Belgium omdat ik een even groot rolmodel wil zijn als mijn eigen rolmodel. En ik wil een inspiratiebron zijn, ik wil een aanspreekpunt zijn voor degene die de coming-out, het proces daar rond, ervaren. Omdat ik bij mezelf merkte van, ik heb ook iemand nodig om tegen te praten, maar ik wist niet waar, wie, wat, vandaar. Oké, top. En vertel eens iets meer over jezelf. Hoe oud ben je? Wat zijn je hobby's? Wat doe je graag in het dagdagelijkse leven? Ik ben 23. Ik studeer agro- en biotechnologie in de Hooghent. Ik sport enorm graag. Ik heb paarden gehad. Ik boks. Ik loop. Ik zwem. Ik doe van alles. Oké, top. Als er een favoriet land is waar dat je ooit eens naartoe zou willen gaan, welk land zou dat zijn en waarom? Dat is altijd al Australië geweest. Nu eigenlijk meer dan ooit. Ik ben een enorme dierenliefhebber. En natuurlijk, ja, met al de natuur en de dieren die daar nu aan het afzien zijn, wil ik eigenlijk ook een beetje in het kader van mijn opleiding die dieren gaan helpen. Maar sowieso is dat een abnormaal mooi land. Dus sowieso, nu met de bosbranden, zonder bosbranden, sowieso Australië. Oké, top. Ook een van mijn dromenbestemmingen ooit. Los daarvan, welke eigenschap is voor jou heel belangrijk die een mister moet bezitten? Communicatie, volgens mij. Persoonlijk en in elk professioneel verband ben ik daar heel big op. Ik vind dat gewoon een enorm belangrijke eigenschap in eender welke relatie. Is dat nu als mister, is dat gewoon in een familie, in een gezin, met vrienden. Ik vind communicatie heel belangrijk. Okay. Om af te sluiten, volgens mij ben je ook van Oost-Vlaanderen. De voorbijgaande 2 jaar is er telkens iemand van Oost-Vlaanderen mister geworden. Word jij nummer 3? Laten we hopen. Hè. Wie weet. Oké. Dat zullen we inderdaad zien op 23 mei. Ik wil je alvast heel veel succes wensen en bedankt voor het interview.